Ja, Ajax staat nog bovenaan in de Eredivisie, maar het is zeker nog niet beslist, vindt Mark van Bommel, trainer van PSV. Hij ziet in zijn ploeg nog absoluut de wil om te winnen. Dus ja, dat is alleen maar mooi te zien dat de spelersgroep levendig is, zoals de trainers dat mooi zeggen. Uiteraard was er op de persconferentie ook aandacht voor wanneer de laatste wedstrijden gespeeld zullen worden. Vanwege het Champions League-avontuur van Ajax is de KNVB voornemens om speelronde 33 te verplaatsen. En voor PSV zou dat betekenen dat er 2,5 week rust zit tussen de wedstrijden tegen Willem II en AZ. Wat zijn nou de gevolgen? Wanneer ga je trainen? Wanneer geef je vrij? Moet je nog een oefenwedstrijd plannen? We hebben 2,5 week geen wedstrijd. Maar het verandert natuurlijk wel wat in je voorbereiding, in je programma. Maar voor we daarover na gaan denken, ja, moet je eerst 100% zekerheid hebben. Maar eerst staat komend weekend de wedstrijd tegen ADO Den Haag op het programma. Eerder dit seizoen won PSV die wedstrijd met 7-0. Aanstaande zondag om 16:45 wordt hij afgetrapt in het Philips Stadion.